Lente in Twente. Ik ben in Hengelo, een van de grootste steden van Twente. En ik ga vandaag een leuke wijn-spijswandeling doen. Heel handig, een app van de wijnspijswandeling. Vanochtend even snel gedownload. En het leuke is dat je middels deze app precies weet hoe je moet lopen. Ik ben nu onderweg naar het tweede adres. Dat is tuinhotel en restaurant Het Lansink. Het Lansink is... met één Michelinster toch ook wel het paradepaadje van deze wijn-spijswandeling. Het leuke is dat het hotel gelegen is in een hele oude buurt. Precies 100 jaar oud, dus later dit jaar vindt er nog een heel groot feest plaats. En deze wijk is gebouwd door Stork. Stork is een van de grootste werkgevers hier in Hengelo. En die hebben hier allemaal huizen neergezet. Dat zou betekenen dat het... mooie grote huizen zijn voor directie en dergelijke, maar ook de arbeiderswoningen die zijn hier ook gevestigd in deze wijk. Alles lekker door elkaar. Dat geeft een hele bijzondere sfeer aan dit stukje Hengelo. Lars van Galen, ik ben natuurlijk verschrikkelijk moe van die enorme wandeling. Dat is toch je? Ja, dus jij gaat ons nu verwennen. Hè? Wat ga je maken voor al die wandelaars? Ja, we hebben een gerechtje van Hennehei, heel zacht gepocheerd met brioche. Mooie Hollandaise saus daarbij. Uiteraard gebakken asperges, Twentse asperges zijn er, dus die gaan we gebruiken. En daarbij een mooie vinaigrette van Amontillado sherry. Dus lekker smullen. Met witte asperges en een jus van honing triple. We zijn in de Twentse brouwerij. En hier wordt zelf bier gebouwd op dit hele complex. Dat is super leuk, want je hebt dus hier de brouwerij. En als we dus even deze kant op lopen, heb je hierachter heb je dus het café. En daar buiten heb je de terras. En op dat terras heb ik zo net een heerlijke stier gehad. En ik heb gekozen voor als bijpassende drank heb ik gekozen voor een bier. En dat is een triple met onder andere honing. Eigenlijk is dit het hart van het bedrijf, zeggen we. Het is echt daar waar we begonnen zijn in 2008. En eigenlijk aan de andere kant van de glaswand zit het proeflokaal. En ja, dat is echt de huiskamer van de Twentse bierbrouwerij. Dus daar waar je kunt eten, drinken, proeven uiteraard. Feesten, bruiloften houden, congressen. Dus het is echt een verlengstuk eigenlijk van wat we hier doen. En zoals vandaag inderdaad koken we een mooi gerecht, een picana, Argentijnse steak. Serveren ook ons bier bij uiteraard. Er zit een saus bij van ons Twentse honing triple. Dus daar serveren ook een Twentse honing triple bij. En uiteraard hebben we, omdat het een wijnspijswandeling is, ook een mooi Argentijnse wijn erbij gekozen, een Malbec. Dus op die manier is het een mooie combi van wat wij hier doen eigenlijk. Rosé met de druif van Syrah en Grenache. Thank you.
Zo, mijn wijnspijswandeling in Hengelo zit erop. 12 uur begonnen, het is nu 5 uur. 7 restaurants gehad, 7 mooie gerechten, gevarieerde gerechten met bijpassende wijnen. Conclusie is dat het gewoon heel erg leuk is. Het is heel erg gevarieerd. Leuk is ook dat je natuurlijk iedere keer weer dezelfde wandelaars tegenkomt. Prima gerechten qua portionering. Het niveau is behoorlijk hoog. En dat maakt het gewoon heel erg leuk. En voor de prijs hoef je het zeker niet te laten.